Een hoop confetti in je gezicht krijgen tijdens de stoet in Zichem is misschien wel verleden tijd. Want door een misverstand tussen de stad en de carnavalsvereniging uit Zichem is er dit jaar geen confetti besteld. De vereniging koopt elk jaar zo'n 400 kilo confetti en verdeelt die dan onder de 40 groepen die meelopen in de stoet. Maar dat is dit jaar anders. We hadden een vergadering gisteren en werd ons duidelijk gezegd niet meer. En ik hoor dan deze morgen via jullie, blijkbaar mogen we terug confetti bestellen. Ja, dat is een klucht. We hebben gisteravond het budget, dat normaal gezien was voor confetti, hebben we al gespendeerd aan snoepgoed en aan speelgoed. Dus ons budget is er eigenlijk door. Scherpenheuvel-Zichem is nochtans de laatste stad in onze regio waar confetti nog mag tijdens carnaval. Al is dat niet naar de wens van de burgemeester. Maar Nicolaas benadrukt dat confetti afschaffen in de stad om een voorstel gaat en geen effectief verbod. Confetti brengt plezier, zegt hij, maar het heeft ook nadelen, zoals de vervuiling die achterblijft en de grote opkuis door het stadspersoneel achteraf. Maar volgens de Zichemse carnavalvrienden is een beetje confetti niet het einde van de wereld. Ik denk door een zak confetti hier rond de kerkentoren uit te strooien, dat de ijskappen niet verder gaan smelten. Hè. Ik weet dat niet, maar ik denk dat iedereen het liefst zou willen dat wij met confetti kunnen blijven gooien. Afwachten dus tot 3 maart op de 39e carnavalstoet in Zichem.